De zoekactie van de autoriteiten en buitenlandse hulpverleners naar overlevenden van de instorting van een berg in het Matawai-gebied verloopt volgens vicepresident Ronnie Brunswijk niet moeiteloos. Vandaag deelde Brunswijk de laatste informatie vanuit de traditionele gezagdragers van het Matawai-gebied. Het beste is dat alle werkzaamheden in het gebied nu worden gestopt, zegt Brunswijk. Precies wat je hebt gehoord, heb ik ook gehoord. Vandaar dat daar net een heel grote vergadering was gehouden. Politie, veiligheidsdiensten hebben we gesproken. En ook de Grama is helemaal ook uitgenodigd, is gekomen van het gebied. De strategische gezag is erbij om aan te geven van Jere, we gaan ook gebruik maken van de strategische gezag. Laat elke kapitein met hun mensen praten, zodat die mensen rust daar brengen. Brunswijk heeft een ieder in het gebied opgeroepen zich niet meer nabij de plek des onheils te begeven, zodat de zoekactie beter kan verlopen. Minister Kenneth Amoksi deelt mee dat er weer een vergadering zal worden belegd over de situatie. Daar gaan we dus praten en besluiten nemen. Eventueel zouden we later op de dag een persconferentie kunnen beleggen, zodat wij de gemeenschap kunnen informeren wat er te gebeuren staat. Aan het begin van het interview heb ik verzuimd om ook de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder de Matawai-gemeenschap en de Samaka-gemeenschap, om ze te condoleren met dit verlies. Ik condoleer heel Suriname met dit verlies en dat we natuurlijk dit niet hadden voorzien. En dat we ons naar het beste vermogen inzetten om zaken te onderzoeken. En zeker moeten we dit een plek geven. Volgens gezondheidsminister Amara Madin wordt er medische ondersteuning geboden vanuit de Franse overheid indien er snellere hulp nodig is ten aanzien van overlevenden. De verschillende gezondheidsinstellingen spelen in op het opbaren van de lichamen van de slachtoffers van het tragisch incident.